Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met wereldse gebeurtenissen, filmpje 66 volgens mij alweer. Of 67, één van die twee. Ik kijk straks na. Goed, een kort filmpje. We hoeven niet altijd heel lang te zijn. Op dinsdag en op donderdag, dan doet het Schumanninstituut.nl, kan je gewoon opzoeken. Die doet dan tussen 7 en 8 hele mooie energie. Dat is leuk om aan mee te doen. Mijn man zegt ook, dat kan je beter doen dan dat je voor de televisie gaat zitten. Want dan voed je jezelf alleen maar met negativiteit. En ik zou nu, we hebben net ons uurtje gehad, oh, echt superleuk. Gewoon ook om mensen te zien hoe mensen gaan stralen. En niet iedereen kan... ik kan heel makkelijk in die meditatie en ik zit elke dag in deze mooie energie. Maar als jij in je werk bent en je bent in je energie waarin je allemaal prikkels van buitenaf krijgt, dan is het soms moeilijker om in die mooie, fantastische energie te komen. En dat geeft niks. Je mag daarvoor je tijd nemen. Komt vanzelf. Het is alleen heel goed om je zelfgenezend vermogen te activeren, om... Oh, dat is te donker. Om gewoon even tijd voor jezelf en voor jouw energie te nemen. Dat maakt jou ook sterk. Ik dacht, ik ga toch dit filmpje even doen. Jullie kunnen zelf ook... even op de website van Anton Teuben kijken, op het Schumann Instituut. Daar valt ook heel veel te lezen en te doen. Wat eigenlijk de belangrijkste boodschap voor nu is, is dat je blijft focussen op positiviteit. Fokke, jongen, als jij kijkt, persoonlijk bericht van mij naar jou. Soms moet je niet gelijk wegtunen. Soms moet je de humor er ook van zien. Wij maken het leven serieus door het ook soms eventjes op een andere wijze te benaderen. Ik moet even uitleggen, Fokke die deelde een heel serieus goed bericht op mijn wereldse gebeurtenisgroep. Dan ben ik heel streng met regels. Maar hij overtrad geen enkele regel. Hij vertelde alleen dat na... de Britse variant, dan nog Build Back Better, de andere varianten kwamen. En dat is het nou eigenlijk, hè? Het gaat er niet om of het bericht goed of niet goed is. Het gaat erom dat door zo'n bericht er een zaadje van angst geplant wordt in die groep. En ik merk dat mensen via YouTube, via mijn groep, via andere... via Facebook, andere vormen. Ze hoeven maar een heel klein zaadje van angst te hebben en het wordt gelijk een hele grote distel. En die doet zeer om weg te halen. Maar als jij een zaadje van hoop plant, dan kan het een prachtig boeket duizendschoon worden, wat ook nog heerlijk ruikt. Of een boeket tulpen. Mooie narcissen die ook bij mijn buurman in de tuin groeien. Dus zorg ervoor dat jij zaadjes van hoop doet. Daarmee hoeven wij niet te ontkennen wat er allemaal aan negativiteit is. Maar als jij zaadjes van angst steeds weer gaat lezen, je gaat inlezen hoe erg het allemaal is met die behandeling die men allemaal geeft, hoe erg het is met alles wat er om je heen gebeurt en waar oorlogen komen en waar kindertjes of evergreen of dood is. Dat zijn allemaal kleine negatieve zaadjes die in jouw energie distels worden. En dat doet alleen heel veel pijn om dat er weer uit te halen. En als jij zaadjes van liefde gaat planten, dan wordt dat alleen maar groter. En die zaadjes, dat zijn onze grootste wapens tegen alle duistere energie die er is. We kunnen beter Rutte en de jongen kunnen we in het licht zetten. In het liefdevolle, stralende licht. Wat fijn dat je daar staat. Sta je tenminste niet naast mij. Hier.
Humor, jongens. Pak het op met humor. Want met humor redden wij de wereld, letterlijk en figuurlijk. Heb jij zaadjes van angst? Want die paardenbloemen gaan straks bloeien en die hebben zaadjes, die gaan overal heen. En dat zijn net als die angstzaadjes. Je ontkomt er niet aan dat je zo nu en dan een zaadje hebt. Dat je bij de kapper zit en dat de kapper het enthousiast heeft over haar tweede vaccin. Een kapper hoeft niet te weten of je gevaccineerd bent of niet. Dan kan je ook heel liefdevol zeggen, nou, zullen we het ergens anders over hebben, want dat vind ik heel privacygevoelig. Ik vind niet dat mijn kapster hoeft te weten of ik gevaccineerd word of niet. Dus dat zijn allemaal kleine zaadjes die dan eventjes proberen, net als een paardenbloemblaadje, om tussen de kieren van zo'n pad, van zo'n overal maar te gaan zitten. Dat is de kracht van een paardenbloem. Die hoeft bijna geen grond of hij gaat bloeien. En een paardenbloem kan heel, heel waardevol zijn. Is een reiniger. Kan je in de sla doen. Maar je kan er ook gewoon van genieten. Dus die zaadjes kunnen ook in het dagelijks leven worden gegeven aan ons. En dan is het belangrijk dat we zoveel hoopvolle zaadjes in onze energie hebben, dat deze negatieve zaadjes niet kunnen gaan bloeien. En dat bereik je door het licht in jezelf te activeren. Door te aarden, verbonden te zijn met de energie van de aarde. Waardoor je ook verbonden wordt met de energie van boven. Dat je het vertrouwen houdt. Hoe doe je dat dan? Door die zaadjes niet de kans te geven om te groeien. Dat is dus op groepen wat ik ook zie. Die zaadjes worden geplant. Er wordt een berichtje gedaan. Pas op, want dit gebeurt er als je dat doet. Oh, en dan weet een ander ook nog een verhaal. En moest kijken. En zoveel mensen gingen de dood. En zoveel mensen kregen de corona. En moest kijken. En die kregen miskraam. En die kregen een doodgeboren kindje. En wom. De hele groep is in verdriet gehuld. Want het is zo erg. Oh, en er komt oorlog aan. Want de Oekraïne en Rusland. En wat er daar met de Evergreen gebeurt. En prins Philip is dood. En in Amerika. En Trump is er nog niet. En we moeten nog steeds belasting betalen. Allemaal negatieve zaadjes. Maar dat weten we allemaal al. Dus die hoeven er helemaal niet te zijn. Dus al die negatieve dingen, die gaan wij vullen met hoopvolle energie. Het is vandaag nieuwe maan. En we kunnen deze maand, tot de volgende nieuwe maan ook gebruiken om in onszelf te keren. Daar is ook de Ramadan voor. Om te vasten overdag. Maar dat doen wij niet. Want ik ben geen moslim. Dus ik ga niet vasten. Maar zo'n maand is best wel eens goed. Om ook in je geest ervoor te gaan zorgen dat je kijkt van, wat kan mijn geest belemmeren? Wat kan die zaadjes van duisternis laten groeien? En wat kan ik laten groeien in het licht? Welke zaadjes van licht kan ik planten, zodat de duisternis er niet meer kan zijn? Toen ik cursus gaf, en ik geef nogal cursus, alleen dat doe ik via Telegram en via YouTube. Maar als ik dan hier in de praktijk cursus gaf, dan zei ik ook al, je ziet de lamp ook schijnen en dan zei ik ook altijd, het is belangrijk dat je je energie beschermt. Want ik geef energiecursussen, panelcursus, spiritueel ontwaken, van alles heb ik gedaan. En zeker met het pendelen, dan wil je dat je geen duistere mensen, spirits, verloren zielen of demonen binnenlaat. En wat doe je dan? Dan doe je het licht aan, want vaak was het in de wintertijd. En dan liet ik de mensen ook zien, kijk, als hier het licht in mijn atelier brandt en buiten is de duisternis, als hier het licht brandt, dan komt de duisternis niet binnen, behalve wanneer jij de lamp uitdoet, dan treedt de duisternis binnen. Alleen als jij de weg in de duisternis weet en hoe jij weer naar het licht kan, dan is het misschien prima. Er zijn altijd engelen, opgestegen meesters,
spirits in de duisterste hoeken van het heelal bezig om zielen die in duisternis gehuld zijn een lichtje te geven. Kuan Yin bijvoorbeeld is een van deze grote godinnen die dat als haar grootste taak heeft. En dit is wat wij op de aarde ook kunnen doen, want het is heel donker op de aarde op dit moment. En het is belangrijk dat wij het licht aandoen. Denken in licht en liefde. Dus als jij die zaadjes op groepen ook ziet, post dan iets moois. Post een mooi veldboeket. Het hoeft niet altijd zweverig te zijn, hè? Of hele mooie teksten. Het mag ook gewoon een mooi en liefdevol nest met kittens zijn. Het mag ook gewoon een zonsopkomst zijn. Maar deel iets moois. Of een mooi plaatje van engelen of whatever. Op mijn Telegram tijdlijn vind je ook mooie plaatjes. Op mijn webshops vind je ook mooie plaatjes. Kan je gewoon, als er één plaatje is, kan je hem heel makkelijk opslaan. En dan deel je. Geen probleem. Ook plaatjes die ik deel, deel ze gewoon. Geen probleem. Dat is nodig om het licht aan te doen op de aarde. Doe het licht aan in jouw ziel, in jouw lichaam, in jouw huis. Dat zeg ik altijd ook met de kaarsjes. Doe een kaarsje aan. Overal waar jij licht aandoet, hoeft de duisternis niet meer te zijn. Dus dat kan je ook doen met mensen in jouw omgeving die het moeilijk vinden dat jij anders denkt. En die komen wij tegen. En dat kan je partner zijn, dat kan je werkgever zijn. En behoud je werk, hè. Maar ga geen dingen doen die voor jou schadelijk zijn. Weet wat je rechten zijn. Dat is ook belangrijk. Bij Café Weltschmerz en Blackbox worden daar ook dingen over gedeeld. Zoek het op, vraag juridische hulp. Wees daar niet bang voor, hè, want je moet opkomen voor je recht. Want het is soms een kwestie van leven of dood. Soms dan wil je werkgever dat je een bepaalde behandeling doet, waarvan jij weet dat het een kwestie van leven of dood is. Geen enkele baan is de dood waard. Dan komt er wel wat anders. Heb dat vertrouwen ook, maar wees er niet blind voor. Een werkgever moet jou dan ontslaan als jij die behandeling niet wilt. Dan heb je altijd recht op een uitkering. En er zijn heel veel mensen bang voor de consequenties als jij de behandeling niet gaat doen. En dat het op een gegeven moment verplicht wordt. Jongens, waar is jullie vertrouwen? Wij doen het licht aan. En wij gaan ervan uit, mijn man en ik gaan ervan uit, en mijn man kan ook echt heel goed in deze materie zien. Wij gaan ervan uit dat het licht op de hele wereld aangaat. Het licht gaat aan, lieve mensen. Het zal niet zo ver komen dat wij gedwongen worden dat men inval. Dan moet men een inval hier gaan doen en met militairen ons gaan vasthouden en een spuit in onze arm doen. Alleen op die manier zal ik de behandeling krijgen. En voordat dat moment gebeurt, gaan wij ervoor zorgen dat het licht aan is en dat die verandering gekomen is. Daar hebben we misschien Trump niet eens voor nodig. Je hoeft niet altijd te focussen op Trump. Focus op alle wijdheid. Met ons allen doen wij het. Met ons allen gaan wij in die stap naar die nieuwe wereld toe. Maar als jij bang blijft om een behandeling te krijgen en dat het misschien in de toekomst, ja, je kan misschien nu niet even naar het café, je kan nu niet op vakantie en je kan nu niet muziek luisteren, maar wat kan je wel? Wij kunnen genieten van een prachtige zonsondergang. Wij kunnen genieten van onze mooie tuin. Wij kunnen genieten van elkaar. Wat heb ik net genoten van mijn man en mijn zoon en dat wij hier heerlijk zitten. En ondertussen maak ik de verbinding naar onze dochter en kleinzoon, dat wij elkaar als gezin hebben. Dat wij in licht en liefde bestaan. En ook alle anderen die in onze energie zijn, of ze nou fysiek aanwezig zijn of niet, of ze wel of niet contact met ons willen hebben, we sturen ze liefdevolle energie. En zij mogen dat aannemen of afwijzen.
Wij bieden het aan. En dat is het mooiste wat je kan doen. Je biedt het zaadje aan met vruchtbare grond. En zij mogen het aannemen om het te verzorgen en het te laten groeien. En dat zaadje blijft voor de deur van de ziel staan tot de ziel zegt, oh, ik wist niet dat dat daar was. Wat leuk, gaan we water geven, misschien komt er een mooie bloem uit. En dat ze een paar maanden later zien dat er een prachtige zonnebloem uitgekomen is. Nou, Simon Parks heeft heel echt twee korte berichten gedaan. Maar soms hoef je niet heel veel woorden te hebben om te begrijpen dat het spannend is. Dus, de komende dagen, lieve mensen, we zijn een karmische dag, 58-13-4. De Ramadan begint, het is nieuwe maan, het is een bijzondere mooie dag. Het is een hele mooie stille energie. Ik had natuurlijk ook even een wijntje kunnen gaan drinken met mijn man. Maar ik wou ook eventjes met jullie dit delen. En ik zou zeggen, maar eigenlijk is het mooiste als ik nu die weekfilmpjes maak. Ik maak ze niet allemaal, ik maak vanmorgen een filmpje. Want dan zit je zo mooi in die energie. Dus lieve mensen, we zijn nog een paar uur in deze karmische energie. Dat zaadje, neem een handvol zaadjes en blaas het de wereld in. Blaas de liefde en de zaadjes de wereld in. Voed elkaar met mooie bloemen, mooie zaadjes, zodat die zaadjes van angst en van zenuwen, van verwachtingen, allemaal met licht gevuld worden en dat wij in het licht mogen zijn, zodat onze zaadjes dat grote mooie bloemen worden voor een nieuwe grote aarde. Blijf vol vertrouwen, lieve mensen. En dit als laatste, spreken is zilver en zwijgen is goud. Behoud de harmonie in gezin, in werk, in liefde, in alles. Dag lieve mensen, dit filmpje mag je delen, hè?